Goedenavond kijkers, welkom tot deze nieuwe aflevering van InfoAct. Informatie actueel op uw favoriete tv-zender. Nogmaals, goedenavond of goedemiddag, hangt er vanaf wanneer u naar dit programma kijkt. Wat doen we vanavond? Er is u ongetwijfeld bekend dat het vrij onrustig is in Venezuela. Er wordt nationaal en internationaal druk uitgeoefend op president Maduro om op te stappen. Intussen heeft de parlementsvoorzitter Guaido zichzelf uitgeroepen tot interim president van Venezuela. Een actie die erkenning geniet van onder andere de Verenigde Staten en de EU-landen. De CARICOM heeft opgeroepen om de vrede te bewaren en het pad van dialoog een eerlijke kans te geven. Ons land Suriname staat ook daarachter. President Desi Bouterse verwoordde in de Nationale Assemblée de Surinaamse kijk op zaken als volgt. Ik heb duidelijk uitgelegd wat de grondwet ons gebiedt. We hebben duidelijk aangegeven wanneer wij als volwaardig lid van de UN opereren en wanneer wij op basis van niet alleen maar zaken die wij via de media vernemen, want als wij ervan uit zouden gaan, zaken die alleen maar in de media voorkomen, dat was een different ballgame. Wij hebben instituten aan de grond in Venezuela geraadpleegd. Wij hebben onze organisatie aan de grond in Venezuela gestationeerd. En we hebben op basis van de bevindingen gekoppeld aan onze grondwet, hebben wij een standpunt ingenomen. Aldus het standpunt van ons land dat door onze president in 's lands vergaderzaal is onderstreept. Zoals gebruikelijk laten wij in dit programma ook personen aan het woord die niet aan de regering gerelateerd zijn, maar die wel een uitgesproken mening hebben over uiteenlopende nationale en internationale vraagstukken. Deze personen praten dus niet namens de regering, maar op eigen titel. En wij vinden het van belang om hun zienswijze ook met u te delen in het belang van de publieke discussie, in dit geval over Venezuela. Het is in dit kader dat wij u aandacht vragen voor de wetenschapper Deo Baburam, die publiekelijk bekend staat als Sandeo Hira, die onafgebroken de ontwikkelingen in Venezuela op de voet volgt. Wat is er nou precies aan de hand op ons Zuid-Amerikaans continent? Om exact te zijn, dus nogmaals, in Venezuela. Deo Baburam. Er is een nieuwe vorm van coup aan de gang in Venezuela. De traditionele vorm van coup was zoals gebeurd is in Chili op 9-11. Dus op 11 september 1973 is een andere 9-11 waar we niet veel van horen. Allende. Is Allende ten val gebracht via een klassieke militaire coup. Dat wil zeggen, voordat het leger optreedt, heb je destabilisatie, demonstratie, de media attack, de socialistische president die democratisch gekozen is. De internationale media verwerpen dat socialisme van die man. En de militairen trainen onder leiding van de CIA, bombarderen het paleis, vermoorden Allende, arresteren tienduizenden mensen, zetten hem vast in een stadion, vermoorden 3000 mensen, halen de economen van Chicago, die ze noemen de Chicago Boys, onder leiding van professor Milton Friedman, reorganiseren die economie, zodat de buitenlandse bedrijven weer greep krijgen. En voor decennia is Chili weg. Die klassieke vorm vereist dus militaire ingreep vanuit het leger. En u praat over 73 in Chili. 11 september 73. Zo is Allende ten val gebracht. Via een coup. Dat was klassiek. Dat ding hebben ze gedaan in 1954 in Guatemala. In Iran hebben ze Mossadegh ten val gebracht. Coup vanuit het leger. Klassiek. Nu zijn nieuwe regimes
democratisch gekozen. Brazilië, Bolivia, Peru, Argentinië, Nicaragua, Suriname, Venezuela. Democratisch gekozen progressieve regimes. Maar het leger is aan hun zijde. Hoe organiseer je een coup? En voor het eerst in de geschiedenis zien we een ontwikkeling die verbijsterend is. Een coup betekent dat je de staatsmacht overneemt. Dus het leger treedt in, de regering doodgeschoten, weggeschoten. Dan zet je een nieuwe regering, legercontrole, parlement stuur je naar huis. En je controleert de staat, je controleert de inkomsten, de uitgaven, de begroting, leger, politie, buitenlandse diensten, centrale bank, goudreserves, die controleer je allemaal. In Venezuela is Hugo Chavez aan de macht gekomen, 1998. Sindsdien zijn er in 20 jaar tijd 25 verkiezingen geweest in Venezuela. Venezuela telt 30 miljoen mensen. Het is een federale staat. Dus met staten, federaal, zoals Amerika ook een federale staat is. Hè? New York, Californië en zo. Die 30 miljoen mensen kiezen een president, een parlement, de gouverneurs van die staten, de parlementen van die staten, gemeenteraden. Er zijn heel veel verkiezingen. En die verkiezingen worden gemonitord door buitenlandse waarnemers. Onder andere Jimmy Carter. Die heeft een instituut. Gaat naar Venezuela, kijkt naar hoe er gestemd wordt in Venezuela. En die mannen zijn heel geavanceerd. Het zijn elektronisch stemmen, touchscreen, dan stem je. Van ik wil die partij, die kandidaat, je ziet de foto, je kan geen vergissing maken met pen. Dan komt er een, uit dat stemmachine komt er een biljet waarop staat, dit wil ik stemmen, dit ga ik stemmen. Dan ga je naar de stembus en dat duurt in de stembus. En ze hebben dus geen onregelmatigheden geconstateerd. Dat bedoel ik. Toch, dat ding is een proef, want als je dat ding hebt geprint, als het eruit komt, kan je alsnog zeggen, hey, ik kwam fout. Want het is niet de machine die waar je stemt, je stemt in de stembus. Het is waterdicht. Het is waterdicht, weet je. En dan gooi je het in die stembus en dan zijn de oppositie en coalitie die het kunnen controleren. Je mag het controleren, je mag erbij zijn. En ze zijn er ook bij. Dus die verkiezingen zijn legitiem. De regering van Venezuela heeft bij de presidentsverkiezingen, de laatste presidentsverkiezingen die Maduro gewonnen heeft, hebben ze de EU gevraagd. Stuur je waarnemers. CARICOM heeft waarnemers gestuurd. Een aantal landen hebben waarnemers gestuurd. Die mannen hebben niet willen sturen. Waarom? Omdat ze de legitimiteit van die verkiezingen ter discussie willen stellen. En aangezien de media in de westerse landen niet vrij is, ze hebben maar één mening. Ook in Suriname hoor. Niemand zegt, oh, dit is de mening van Venezuela. Het is altijd één mening die je krijgt. Het is geen hoor en wederhoor. Daarom is het geen vrije pers in Suriname. Dus wat er is gebeurd, die mensen winnen die verkiezingen, ondanks de economische ellende in Venezuela. Kun je je voorstellen? Venezuela heeft het economisch moeilijk. Door een aantal redenen waar ik later wat dieper op in zou gaan. Maar het volk heeft gezien dat toen Chavez aan de macht kwam, wat is er gebeurd? Ziekenhuizen gebouwd, pensioenen ingevoerd, infrastructuur verbeterd. Het dagelijks leven van de massa arme Venezolanen is wel verbeterd. Maar door die economische boycott zitten ze nu in een gigantisch probleem. Pensioenen zijn aangebouwd. Volkswoningbouw, 2 miljoen woningen. Die mensen voelen van, als deze mensen weggaan, en anderen komen terug. Wie krijg je dan terug? Je krijgt terug het regime van die voormalige president van Venezuela. Is met 250 miljoen ervan doorgaan. Hij is uit laten veroordeeld dat zo'n type mensen komen aan de macht. Oké, wat is er dus nu gebeurd? Je moet goed snappen dat wat deze vorm van coup gaat zijn. In 2015, dus van die 25 verkiezingen die er zijn geweest, heeft de oppositie 2 gewonnen. Eentje was de verkiezing van het parlement, de Nationale Assemblée in 2015. En de tweede was een verkiezing van een referendum over een grondwetswijziging. Klein ding. Maar toen dat assemblée werd gekozen, waar de oppositie uiteindelijk de meerderheid had, en de oppositie is een conglomeraat, een groep van verschillende politieke partijen, en die hebben toen bij hun aantreden gezegd,
Hey, dit parlement gaat geen gewoon parlement zijn. In 2013 was Maduro gekozen tot president. 2015 heb je het parlement verkiezingen, want die dingen zijn, die lopen niet synchroon daar. En toen hebben ze gezegd, wij gaan Maduro naar huis sturen, als parlement. Dat wil zeggen, de presidentsverkiezingen die zijn geweest en die een termijn heeft, gaan we niet respecteren. Toen heeft het Hoge Rechtshof van Venezuela gezegd, hé, maar dat is tegen de grondwet. Je kan niet zomaar, weet je, een democratisch gekozen president, kan jij niet naar huis sturen. Het volk kan hem naar huis sturen door verkiezingen. Dus als er geen verkiezing is, kan jij niet zeggen, je moet aftreden. Je moet nieuwe verkiezingen hebben, maar het termijn is nog niet afgelopen. Toen waren er 4 mensen die gekozen waren in het parlement, waarvan de verkiezing ongeldig was. 3 oppositieleden en 1 van de regeringspartijen. En het parlement heeft gezegd, nee, wij gaan die mannen. Dus het Hoge Rechtshof zegt, dat ding is niet geldig. Het parlement zegt, nee, het is wel geldig. Dus nu zegt het Hoge Rechtshof, het parlement, je maakt je eigen regels van de grondwet. Je moet de grondwet volgen. Dus het Hoge Rechtshof had de macht om het parlement buiten werking te stellen. Hebben ze gedaan. Dus je krijgt natuurlijk de internationale macht. Kijk, die mannen stellen het parlement buiten werking. Niet vertellende dat het parlement de grondwet buiten werking wilde stellen. En de grondwetgevende, het grondwetgevende instituut zegt van dat kan je niet doen. Wat gebeurt er nu? Op een gegeven moment had de oppositie afgesproken dat ieder van die partijen een voorzitter levert van de Nationale Assemblée. Om de zoveel maanden was het, geloof ik. En toen kreeg je deze jongen, Juan Guaido, die opgeleid is in Amerika, die getraind is voor wat er nu gaat gebeuren. En Donald Trump heeft een man, Elliot Abrams, aangesteld. En Elliot Abrams als de man die Venezuela regime change moet leiden. Dus Elliot Abrams maakt een plan. Vouwen door regime change. Terwijl we naar klassieke methode moeten we allegere grijp in. Toch? Vouwen door zijn. Dus dat de man dat lukken zou doen. Een man die ontrain. Tama Trong, voorzitter van de Nationale Assemblée. 20%, dat zijn opiniepeilingen, 20% van het volk van Venezuela, die Guaido, die steunt niet. Die man is onbekend. Die man wordt voorzitter. Dan belt Mike Pence, vicepresident. Bel die man op 22 januari. En dat draaiboek begint te lopen. Roep jezelf uit tot president de volgende dag. Maar dan kan je weer. Maar ik ben president. Wat is nu die coup? Je hebt nu 2 machten, toch? Je hebt een president die gekozen is door het volk. En iemand die zichzelf tot president heeft opgeroepen. Die niet de steun heeft van het leger. Die niet de steun heeft van het leger. Hè? Want die mannen zijn natuurlijk al jaren bezig om in dat leger te roeten. Dat is niet gelukt. Dus deze man zegt van, oké, nu ben ik president. Maar ja, iedereen gek kan zichzelf president roepen. Tenzij je macht, staatsmacht, gaat koppelen aan die president. Hoe doe je staatsmacht? De regering erkent je. Dus plotseling is deze man voor Amerika, Canada, Europa straks en alle Israël, alle aanhangers, alle mannen die ze onder controle hebben, zeggen, hey, dat is de wettige president van Venezuela. Unbelievable, ongelooflijk, dat van buitenuit zij bepalen wie president is van Venezuela. Dan moet je nagaan welke hypocrisie dat is. Er is een hele strijd in Amerika aan de gang over Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen. En wat was die Russische inmenging? Ja, die mannen zitten op Twitter en Facebook op te roepen om op Trump te stemmen. En deze mannen erkennen een zichzelf gekozen, zichzelf uitgeroepen president en president. Stap 1. Stukjes macht erken jij. Alternatieve macht. Stap 2. Die mannen zetten alternatief Hoge Rechtshof op. Buiten Venezuela. Dus 33 juristen die wonen in Panama, in Colombia, in Amerika. Die hebben zichzelf nu uitgeroepen tot het Hoge Rechtshof van Venezuela in ballingschap. Je zou zeggen, hoe dan? Ja, die man zegt zelf tot het Hoge Rechtshof en veroordelen Maduro tot 18 jaar. En willen dus Maduro voor het internationaal gerechtshof brengen. Je zou zeggen, dit is toch te gek voor woorden. Nee, dat draaiboek gaat verder.
Je creëert een macht buiten Venezuela die zogenaamd het Venezolaanse volk vertegenwoordigt. Natuurlijk heb je de media onder controle. CNN, al die media die maken Maduro tot de grote brute dictator, toch? En illegitiem. Volgende stap. Venezuela verkoopt olie. De crisis begon economisch in Venezuela vanuit twee bronnen. De olieprijs daalt van 100 naar 20. Gigantische daling. Dus die mannen komen enorm in de problemen. En het tweede was, die mannen hebben de economie mismanaged. Je kunt klagen wat je wil, zeggen wat je wil, maar daar hebben ze het niet goed aangepakt. Dus ook al hebben ze voor die arme bevolking zoveel mogelijk die effecten proberen te neutraliseren, voor die middenklasse was het desastreus. Dus er is een bron voor ontevredenheid in Venezuela. Maar dan nog hebben ze de meerderheid van het volk nog steeds achter zich. Ook al zijn ze niet altijd happy. Vanwege dat sociaal beleid. Vanwege dat sociaal beleid, weet je, die er is. En dan krijg je dus nu dit. Olie, een deel van de olie, wordt verkocht aan Amerika. Dat Amerikaanse bedrijf dat die olie koopt, Citgo heette ze, die moet Venezuela betalen, toch? En wat zegt de Amerikaanse regering? Dat bestuur van dat bedrijf, Guaido, jij mag dat bestuur bepalen. Dus je neemt een stuk staatsmacht en de inkomsten van de olie van Venezuela gaat naar deze grappenmaker. Dat is nog niet alles. Dus nu ga je economische macht bij een andere nieuwe staat zetten, toch? Een staat in wording. Maar niet in wording in Venezuela, een staat in wording buiten Venezuela. Ze erkennen nu een zaakgelastigde. Dus die man zegt, ik ga diplomatieke betrekking. Mijn staat, die niet in Venezuela staat, gaat diplomatieke betrekking met VS aangaan. Dus VS zegt, ik erken jouw zaakgelastigde. Dus de man put wel zaakgelastigde. Die nu officieel de vertegenwoordiger is van de regering van Juan Guaido bij de Verenigde Staten. Venezuela, voorgaande regeringen van Venezuela, hebben goudreserven van de centrale bank gedeponeerd in verschillende, ongeveer 8 miljard waard, verschillende Europese banken. Vorige week zegt Maduro, ik haal al die goudvoorraden terug, want die mannen gaan me boycotten. Gaat naar Engeland, en Engeland, ik heb goud bij jou in de bank, is van mij hè. Geef me dat goud terug. Weet je wat Engeland zegt? Is niet van jou, is van Guaido. 1 miljard. Kunnen ze helemaal niet terugkrijgen. Maar hoe kan de wereld dan toekijken naar deze vorm van onrechtvaardigheid en ondemocratisch handelen? Weet je hoe ze dat kunnen doen? De media. Kijk Suriname. Wat ik jou nu vertel. Heb jij dat ergens ooit gezien in de Surinaamse media? Het zijn feiten, hè? Ik heb ze niet verzonnen. Je kan het controleren wat ik zeg. Alles wat ik nu zeg is controleerbaar. Is een andere visie dan de visie die de media verkondigt overal in de westerse wereld. Niet in de niet-westerse wereld. Hè, daar heb je andere media. Dus hoe komt het dat dit accepteert? Hoe komt het dat een Santokki in een parlement kan zeggen, waarom joinen jullie niet Amerikanen? Omdat ze dat andere verhaal niet eens weten. Omdat de media het niet brengt. Daarom zeg je hebt hier in Suriname en in de westerse wereld geen vrije media. Je hebt eenzijdige media. Vrije media is hoor en wederhoor. Dat is vrij. Als je geen hoor en wederhoor en eenzijdig bent, ben je geen vrije media. Dit ding van je moet zorgen dat er de visie van wat daar gebeurt bij het volk van Venezuela, die moet je naar buiten kunnen brengen. Dus eigenlijk komt het erop neer, er is sprake van een compleet ondoordacht spel, buiten alle regels om. Het is een zeer doordacht. Het is niet ondoordacht. Dus je moet je voorstellen, de planners van Eliot Abraham. Nee, maar volgens de regels is het ondoordacht. Ja, volgens de regels kan het helemaal niet. Je kan dat niet maken. Dat kan je niet maken, toch? Iemand noemt zich uit tot president zonder dat hij maar gekozen is. Kijk, als iemand gekozen is tot president, zeg je, ik erken hem. Maar iemand die niet gekozen is tot president, zegt ik ben nu president.
Omdat ik voorzitter ben van het parlement. Ook al ben je voorzitter van het parlement, je bent nog niet gekozen tot president. En daarom dus de vraag, hoe kan het dan dat die democratische landen daarmee meegaan? Want je schept dan toch presidenten voor de toekomst. Maar dan maak je fout, jij zegt democratische landen. Mm. Maar het zijn ondemocratische landen. Een democratisch land erkent democratie. Als een democratisch, zogenaamd democratisch land, democratie omver hebben. Hoe noem je democratisch land dan? Waarom is Nederland een democratisch land? Waar toch een staatshoofd niet eens gekozen wordt. Hè? Want daar in de wieg weet hij al dat die staatshoofd is. Nederland is niet eens op dat niveau een democratie. Ze hebben geen gekozen staatshoofd. Boutsen, je kan hem vinden wat je wil, is tenminste nog gekozen. Maar Alexander staatshoofd is niet gekozen. En dat geldt voor Noorwegen en Engeland en zo. Dus democratie, de landen noemen zich democratisch, maar ze zijn ondemocratische landen. Omdat ze ondemocratische handelingen plegen. Dus wat je ziet, is dat verbijsterend eigenlijk voor iemand met gezond verstand, dat democratisch gekozen instituten massaal door westerse landen die de democratie zeggen te vertegenwoordigen, om zeep wordt geholpen. De oppositie zegt, in een verklaring hoor ik meneer Gayadin aangeven van, maar regering in Suriname, je kan toch je ogen niet sluiten voor de mensenrechten schendingen die daar plaatsvinden. Op grond daarvan zou je als Suriname in het geweer moeten komen. Maar natuurlijk. Dus je moet onderzoek doen naar die mensenrechten schendingen, toch? En weet je wie die mensenrechten schendingen pleegt? Op grote schaal? De oppositie. Laten we kijken naar de feiten. Toen dat parlement in 2015 werd gekozen. En toen dat parlement zegt, Maduro, ik wil dat je naar huis gaat. En Maduro zegt, nee, ik ben gekozen. En ik heb een termijn van 5 jaar, ik ga niet voor die 5 jaar op huis. Toen hebben de Amerikaanse rechtse instituten, CIA gefund, hebben 2 miljoen gestopt, 200 miljoen gestopt in het organiseren van een brute, gewelddadige demonstratie tot oppositie in Venezuela. Mensenrechtenorganisaties in Venezuela hebben lijsten opgemaakt van mensen die vermoord zijn tijdens die demonstraties. Het overgrote deel van de mensen die vermoord zijn, is door acties van de oppositie. Je kunt zien foto's, politieman in brand gestoken. Je ziet die man rennen en helemaal in brand gestoken. Politiemannen hoor. Die mannen hebben mensen getraind, zoals ze dat in Nicaragua deden, om gewelddadige aanvallen tijdens demonstraties. Je hebt een demonstratie, mensen zijn ontevreden, is begrijpelijk, hè, enzovoort. En dan in die demonstratie heb je die getrainde mannen die zeggen, oké, ik ga nu molotov cocktails gooien, ik ga nu auto's in brand steken. En ik ga gewoon met scherp schieten op regeringsaanhangers. Die lijsten zijn gemaakt. Heb jij ze gezien hier? Heeft Gayadin ze ooit gezien? Die mensen kakelen na wat het scenario wat voorgeschreven is en de media moet doen. Die kakelen daarna. Toen doe je eigen onderzoek. En dit is het punt. Ik vind dat Venezuela, het volk van Venezuela, zelf moet bepalen. Suriname heeft niet voor ze te bepalen. Amerika heeft niet voor ze te bepalen. Ze moeten zelf hun lot bepalen. Maar daarvoor hebben ze instituties in het leven geroepen. Verkiezingen. Die je moet respecteren. Komt erop neer dat u zich toch kunt terugvinden in het standpunt van, als ik zo naar u luister, naar het standpunt van de Surinaamse regering. Niet inmengen en de internationale verdragen en afspraken respecteren. Ja, kijk, dat standpunt is het standpunt van volwassen leiders na een onafhankelijkheid. Nehru had dat standpunt. Tito had dat standpunt. Sukarno had dat standpunt. Kwame Nkrumah had dat standpunt. Mensen die leiders waren van onafhankelijke landen en zeggen onafhankelijkheid betekent dat je niet gelijk luistert naar wat de koloniale master tegen zegt. En die zegt eigenlijk, heren, springen. En in plaats van dat je vraagt waarom, zeg je hoe hoog. Dat is wat Gayadin doet. In plaats dat hij vraagt waarom moet ik springen, vergeet hij gelijk hoe hoog. Hij kijkt niet eens naar, maar wat gebeurt er in Venezuela? Wat je moet doen, is als je een volwassen beleid wil voeren, buitenlands beleid, dan moet je op feiten baseren. Niet op mensen hun fantasieën en niet de draaiboeken volgen die geschreven zijn, waarin jouw rol ook is beschreven. Jouw rol is klappen. Nee, je hebt geschond verstand. Jouw rol moet zijn, laat me kijken wat er gebeurt. Maar vaak genoeg komt het ook voor in de hele internationale politiek en de situaties die we door de jaren heen gehad hebben in de wereld,
dat mensen soms niet eens weten dat ze deel uitmaken van een scenario. Dat is het punt, toch? Kijk, al die journalisten die schrijven voor de media, die weten niet eens dat er andere bronnen zijn, weten ze. Als je een goede journalist bent, dan weet je dat we horen en wederhoren. Dus dat is basisprincipe in iedere journalistieke opleiding. Dus wat doe je? Je zegt, ik heb standpunt A. Hé, wie gaat tegen dat standpunt in? Laten we kijken wie dat is. Meneer, mevrouw, kom hier, laat je mening horen. Dat doet een goed journalist. Ja. En nu heb je over Venezuela artikelen na artikelen die gewoon reproduceren wat de pro-VS voor krachten zeggen. Dan zeg ik van, wat voor journalistiek is dat? Dat is geen hoor en weder hoor. En omdat dat ontbreekt, heb je dus dat politici in het parlement, die geen idee hebben van wat daar in Venezuela gebeurt, roepen op en kakelen de pers na. Maar hebben niet de feiten geanalyseerd. U kijkt nog naar Informatie Actueel. Wij praten vanavond of vanmiddag, hangt er vanaf wanneer u naar dit programma kijkt. We praten tot Sandeo Hira over de ontwikkelingen in het Zuid-Amerikaans land, Venezuela. Deo, we hebben net gesproken, of net door jou gekenschetst, dat sociaal beleid van de regering Chavez Maduro. En toch zien we veel demonstraties. Ja. Er wordt gezegd dat mensen wegtrekken, vluchtelingen en dat soort zaken. Hoe moet je het begrijpen? Wat zei je? Hoe moet je dit begrijpen? Laten we beginnen met een simpel feit. Venezuela telt 30 miljoen mensen. Als 10% demonstreert, is 3 miljoen mensen. Dus op een bevolking van 30 miljoen, al heb je een oppositie van 10-20%, 100.000 mensen krijgen op straat. Maar wat about die andere tientallen miljoenen dan? Tellen ze niet. Dus die mensen tellen. En weet je wat het instrument is om te weten waar ze achter staan? Verkiezingen. Dus nadat je 100.000 mensen op straat hebt gebracht, waar zijn die beelden van die 100.000 die andere man op straat brengt? En dat is weer de rol van de media, toch? Je ziet de media 100.000 mensen demonstreren. Denk, zo mijn majo. Is veel. Het is ook veel, ja. Dan houden ze alleen borden down with Maduro in het Engels van in het Spaanstalig land. Want die man weet, ik moet die internationale camera ook geven wat hij wil, toch? Dus ja, er zijn honderdduizenden mensen. Nee, er zijn miljoenen mensen tegen Maduro. Op een bevolking van 30 miljoen. Sterker nog, hij had 60% van de stemmen. 12 miljoen mensen tegen Maduro. 18 miljoen voor hem. En wat dan? Dus wat tellen die 18 miljoen niet? Ga je alleen maar praten over de mensen die tegen Maduro zijn, maar je praat niet over de mensen die voor Maduro zijn? Dat is hoor en wederhoor in de media. Dat ontbreekt. Je hoort alleen die ene minderheidsstem die jij presenteert als meerderheid. Er zijn mensen die wegtrekken uit Venezuela. Arme mensen. Geef je ze ongelijk? De ellende die niet alleen ontstaan is door de prijzen en mismanagement, maar ook door een actieve boycott. Leveranciers van goederen van de winkels, die hebben op een gegeven moment een voedselboycott ingevoerd. Weet je wat het antwoord was van Maduro? Die hebben buurtwinkels opgezet, 17.000. Om een eigen supermarktsysteem op te zetten, om die mensen te helpen. Arme mensen zien dat deze mensen moeite doen en weten dat met prijsopdrijvingen en achterhouden van voorraden, die schaarste wordt gecreëerd. Mensen in Venezuela zijn arm, maar niet dom. En vaak denken mensen dat arme mensen dom zijn. Maar dat is niet waar. Arme mensen hebben ook een gezond verstand. En die kunnen zien dat als een leider moeite doet voor mij en ik krijg het niet, dan kan hij die moeite wel waarderen. En domme mensen zeggen van, hé, ik heb een probleem en diegene die aan de macht is, die is de schuld. En vraagt zich niet af wat na mij komt, wat naar die andere leider komt, wat wordt het dan? Ze denken alleen, alles naar wat die persoon komt is beter. Maar die arme, slimme mensen weten, toen die oude politiek van Venezuela aan de macht was, heeft die president 250 miljoen gewoon genomen en zijn zak gestopt. Is veroordeeld en dat is het topje van de ijsberg. Die mensen kennen die oude politiek vandaan. Ze weten dat ze zich nooit hebben bekommerd om ziektekosten, om medische zorg, om onderwijs, om huisvesting, om elektriciteit. Al die dingen interesseren die oude leiders niet. Maar die arme mensen weten het. En daarom is het voor
de oppositie onbegrijpelijk, maar voor mensen met gezond verstand heel begrijpelijk dat deze mensen toch kiezen voor Venezuela's leiderschap, hoewel ze in problemen zitten. Wat is de rol in dit geheel van landen als China en Rusland? Ja, kijk, ik ga maandag 11 februari een lezing houden die gaat over de titel van Venezuela en de wereld na sinds Trump. Venezuela moet je in verband zien met de val van het Amerikaans imperialisme, wereldwijd. Dus je moet Amerika begrijpen in relatie tot de opkomst van China, de versterking van Rusland, de opkomst van de BRICS-landen, Brazilië, Zuid-Afrika, de nederlagen die Al-Qaeda en ISIS heeft opgelopen in Syrië, de opkomst van Iran als een regionale grootmacht. Die dingen moet je in verband brengen met Venezuela. Anders snap je niet goed wat er gebeurt in Venezuela. Dan denk je zomaar, want hoe lauw mij doet dat niet. En als je snapt dat die strijd, de val van het Amerikaanse imperialisme en de opkomst van die nieuwe krachten is, dan snap je dat ook die nieuwe krachten zien dat wat Amerika daar doet is een nieuwe vorm van coup plegen. Dat die nieuwe vorm van coup plegen, daar moet je een verzet tegen creëren internationaal. En daarom hebben China, Rusland enzovoort gezegd van hé, wij gaan die gek van de Guaido niet erkennen. We erkennen de legitiem gekozen regering. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat wat zich de komende weken en maanden gaat afspelen, is de vraag, gaan de Amerikanen over tot een militaire interventie? Je moet luisteren naar een speech van Bolton, dat is de nationale veiligheidsadviseur van Trump. Korte speech met Fox News. Bolton zegt, luister nou, laten we eenvoudig zijn hoor. We zijn nu bezig met een plan waarbij de oliereserves van Venezuela, geweldige oliereserves, die willen we graag hebben. Zegt hij point and blank. En we zijn al in gesprek met allerlei oliemaatschappijen voor wat ik al zei. Yeah, look, we're in conversation with major American companies now that are either in Venezuela or in the case of Citgo here in the United States. I think we're trying to get to the same end result here. You know, Venezuela is one of the three countries I call the Troika of Tyranny. It'll make a big difference to the United States economically if we could have American oil companies really invest in and produce the oil capabilities in Venezuela. It'd be good for the people of Venezuela. It'd be good for the people of the United States. We both have a lot at stake here making this come out the right way. Point blank, het gaat om olie. De mannen tikken olie. En die mannen voeren al de gesprekken voor die overname met die bedrijven in Venezuela. Zegt hij open en bloot op Fox News. Rusland, China, die weten nu als Venezuela valt, dan is het een enorme boost voor Amerikaans imperialisme. Dus dan zie je dat die mannen nu proberen te kijken hoe ze Venezuela kunnen steunen. Rusland heeft militair equipment naar Venezuela gestuurd tegen een mogelijke invasie. China probeert met economische samenwerking Venezuela op poten te krijgen, terwijl er een massieve boycott is vanuit westerse landen in Venezuela. Dus dit ding, vroeger had je dus een strijd tussen, in de Koude Oorlog, hè, tussen communisme enzovoort. Dit is niet meer tussen communisme. Want communisme is verloren. Rusland is geen communistisch land, hè. Het is al afgeschaft daar. En China is kapitalisme, voert nog hoogtij daar. Dus je krijgt nieuwe wereldverhoudingen. En die strijd die op wereldniveau plaatsvindt, vindt in Venezuela haar uitdrukking. Maar hoe ziet dit eindigen? Wel, ik moet zeggen, gaan ze toch die durf hebben om militair in te komen? Ik denk dat ze militair het niet gaan doen. En dat heeft te maken met mijn analyse van Trump. Maar Maduro heeft ook in een video laten weten van dit wordt erger dan Vietnam. Ja, en die mannen, het is een land van 30 miljoen. Hè. Vietnam was een stuk kleiner, geloof wat. Had Vietnam 10 miljoen of zo. Dus die mannen bereiden zich voor. Je moet je voorstellen, wapens, wapenopslagplaatsen overal in dat land. Dus die wachten op een Amerikaanse interventie. Maar de reden waarom ik denk dat de Amerikanen vooral economisch gaan moven en niet militair, is omdat mijn analyse van Trump is dat hij geen oorlog wil. En het gekke is, Trump is een racist. Trump doet de verschrikkelijkste dingen op het vlak van xenofobie.
Maar Trump wil Amerika weg uit dat militair conflict. Uit de NATO, zegt hij. Hij wil niet eens, hij zou zelfs uit de NATO gaan als de NATO niet die dingen gaat betalen, zijn, hun eigen bijdrage. Hij wil weg uit Syrië. Hij wil weg uit Korea. Toen hij aantrad en toen hij de verkiezingen aanging, zei hij, hij wil zelfs een vredesverdrag met Rusland. Waarom? Trump redeneert economisch. Die oorlogen hebben ons gigantisch veel geld gekost. Die oorlogen hebben ons levens gekost. Laten we einde maken aan dat ding en Amerika weer groot maken door het economische focus te hebben. Dus hij zegt, we moeten de economie focussen. En wat er gebeurt, Trump zit tussen allerlei extreemrechtse, hij is extreemrechtse, je hebt nog extreemrechtse figuren, die oorlog wel zien als middel. En die extreemrechtse figuren zitten bij de Democratische Partij. Die Democratische Partij is tegen terugtrekking uit Syrië. De Democratische Partij is tegen terugtrekking uit Irak en Afghanistan en Noord-Korea. Gek genoeg is de Democratische Partij die een liberale dingen heeft. Op internationale politiek zijn ze reactionairder dan Trump. En daarom denk ik dat een invasie niet zal plaatsvinden, maar de economische kracht en de politieke kracht door een staat te erkennen buiten een staat. Dus je bouwt een nieuwe staat op, je erkent de president, je erkent de hoge rechtshof, je erkent een zaakgelastigde, je houdt de goudreserve van de centrale bank daar, je geeft het geld aan die anderen, maar je creëert een nieuwe staat die niet in Venezuela zit. Wat ongehoord is voor ieder weldenkende mens, dit is toch onmogelijk. Hoe lang houdt Maduro dat zelf vol? Weet je, ik denk dat Maduro dit lang kan volhouden hoor. En ik ga je zeggen waarom. Cuba is een klein land, 90 kilometer afstand van Amerika. Wat met Venezuela is gebeurd, is met Cuba ook gebeurd. Ja, maar een boycott van Cuba gaat tot de dag van vandaag, economisch. Cuba is een arm land, weet je. Ze hebben een militaire invasie gehad in de Playa de Giron, Varkensbaai in 1962. Wat geleid heeft bijna de volgende tot een atoomoorlog, toen de Russen atoomwapens gingen plaatsen op Cuba. Weet je. Als je de steun hebt van het volk, want daar gaat het om, kan je het lang volhouden. En wat Chavez heeft gedaan, en wat hier in Suriname nog we moeten leren, is politieke educatie. Die mannen hebben vanaf het begin het volk politiek opgeleid. De arme mensen zijn niet zo, hey, we geven je pensioen en zo. Dat is het niet. Waarom is dit zo? Het is omdat we een nieuwe samenleving willen opbouwen. Een samenleving met dignity en respect. Een samenleving die de arme mens voorop stelt. Een samenleving waar je met opgehoven hoofd door het leven gaat. Een samenleving waar je mind gedecoloniseerd is. Venezuela heeft nu een instituut opgezet voor decolonisatie van Venezuela. Ik ga eind februari naar Venezuela om met ze kennis te maken. Maar dus de politieke educatie ontbreekt hier in Suriname. En dat is de kracht geweest van Venezuela. Mensen snappen, de grote groepen mensen snappen waar het om gaat. Maar als ze dat niet zouden snappen, zou Maduro gisteren gevallen zijn. Wat zijn de overeenkomsten tussen Suriname en Venezuela? Laten we eerst beginnen met de verschillen. Venezuela heeft 30 miljoen mensen, Suriname heeft 500.000. Venezuela heeft een traditie van linkse partijen die veel verder gaat dan Suriname. Heeft. Weet je, Suriname is in de jaren 60, 70, na 25 februari, kregen progressieve politiek in de staatsmacht. En ze hebben een partij met honderdduizenden leden die in die buurten politieke educatie vervullen. Dus de overeenkomsten zijn, in Suriname proberen ook een progressieve politiek te komen. Je kan allerlei kritiek erop hebben, maar basically is het een decolonisatieproces waar we in zitten. En met alle fouten en dingen die het heeft. Maar dat proces is aan de gang, wat in Venezuela ook aan de gang is. Tweede is, de oppositie hier in Suriname lijkt op de oppositie van Venezuela, maar heeft niet de ballen daarvan. Dus alleen maar er praten. In de Binnenlandse Oorlog hebben ze wel in Nederland 8 december groep gehad, die daar geleid heeft tot Binnenlandse Oorlog, gefinancierd door Nederland met 31 miljoen. En die heeft tot 450 doden geleid. Die fase zijn we voorbij. 96 ja, is dat afgerond. Maar we zitten nog wel met de legacy daarvan. Een andere belangrijke overeenkomst is dit. Wij kennen in het Engels de term warfare. War is oorlog. Fear is het voeren van oorlog. Je hebt nu een nieuw ding dat heet lawfare.
het voeren van oorlog via de rechtelijke macht. Lawfare heet dat. Dus wat er gebeurt in Venezuela en hier, is de rechterlijke macht onderdeel geworden van politieke strijd. En in Venezuela is het andersom. Daar is die Hoge Rechtshof, die volgt gewoon de grondwet. Weet je? Hier kan je een rechterlijke macht zeggen, ik heb geen respect voor de scheiding der rechten. Ik ga zitten op de stoel van het parlement en ik bepaal wel of een wet wel of niet geldig is. Terwijl een rechter de wet alleen moet uitvoeren. In Venezuela is dat niet het geval. Maar de strijd via de rechterlijke macht, lawfare, is nu een nieuw instrument geworden in politieke strijd. En die zowel in Venezuela als in Suriname wordt gebruikt. Oké, we kunnen nog uren doorgaan, Deo. Erg interessant. Ik wil het niet eens een verhaal noemen, maar het is een proces. Zelf ga je, meen ik te weten, op maandag 11 februari een lecture organiseren. Ja, maandag 11 februari in Lalaroeg-gebouw van 7 tot 9. Dan organiseert dat Instituut voor Decolonisatie van Suriname, waar ik nu ben om mensen te trainen. Die organiseert deze informatieavond over Venezuela. Oké, veel succes. Mag ik je bedanken voor de bereidwilligheid om deze info met ons te delen. En in Suriname moeten we inderdaad van onze mediawerkers eisen, zoals door jou gezegd. Ja. Dat ze de beide kanten van het verhaal laten. Hoor en wederhoor is de essentie van democratie. Wij hebben nu in deze aflevering van InfoEd de benadering van Deo Baboram over de recente ontwikkelingen in Venezuela gebracht. Baboram sprak op eigen titel over wat er allemaal aan de hand is in dit onafhankelijk Zuid-Amerikaans land. Een discussie die wereldwijd gevoerd wordt. Los van het feit dat dit een regeringsprogramma is, vinden wij het van belang nogmaals om ook de meningen vanuit het publiek mee te nemen in onze producties. Dit ter ondersteuning van de andere meningen en de discussies die in binnen- en buitenland gevoerd worden over Venezuela. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende aflevering. Goedenavond.